Van harte welkom, een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. We praten over politiek, over Forum voor Democratie. Zij gaan meedoen in Tiel aan de verkiezingen. En over arbeidsmigranten en natuurlijk de kritische vrienden. Dit is Tiel aan tafel. Tiel aan tafel. En Tiel aan tafel, nu tijd voor de volgende gasten. Pijn van Houwelingen en Ilse van Roosendaal. En jullie zijn van Forum voor Democratie. Jij in de landelijke politiek en jij... met een beetje mazzel binnenkort in het lokale spectrum. Want jullie gaan meedoen in Tiel bij de verkiezingen. Ja, dat klopt helemaal. Ja, en we hebben er ontzettend veel zin in. En ja, ik denk ook dat wij een hele goede toevoeging kunnen zijn bij Tielse politiek. Ja. Hey, en van waar? Waar kom jij vandaan? Vertel eens wat over jezelf. Hoe zit dat? Ja, ik woon in Waddenooyen en op een oude boerderij. Met een paar paardjes, wat katten... Ja, echt een boerenleven eigenlijk. Dus ik ben ook al gewend om met mijn voeten in de modder te staan en van aanpakken te weten. Mm-hmm. Daarnaast heb ik eigenlijk ook rechten gestudeerd in Utrecht en in Amsterdam. En lastige dossiers zijn mij ook niet onbekend. Hey, van waar politieke belangstelling? Want zo oud ben je nog niet. Waar komt dat vandaan? Ja. Ja, die vraag die krijg ik dus al vaker. En eigenlijk kwam het al een beetje vanaf de middelbare school. Toen zei mijn maatschappijleraar al een keer tegen mij... jij moet de politiek ingaan, je bent zo goed in debat. Toen heb ik eigenlijk altijd gezegd, nee, dat wil ik niet. En het is niks voor mij. Totdat ik eigenlijk middelbare school had afgerond. En een beetje kennis heb gemaakt met politiek. Maar er zat eigenlijk nooit echt een partij bij waarvan ik dacht... ja, daar ga ik 100% achter staan. En dat heb ik wel nodig als ik iets doe... dan doe ik het ook voor de volle 100%. Je kon nergens, jouw eitje kwijt bij partijen die er al waren. Ja, dat klopt. En uiteindelijk ben ik in aanraking gekomen met Forum voor Democratie in 2017. Dus helemaal in het begin. Ja, helemaal aan het begin. En daar voelde ik me zo thuis. En daar hangt altijd zo'n goede sfeer, fijne mensen. En mensen die logisch nadenken, het gezonde verstand... En daar ben ik zelf ook al heel erg van. En ik voelde me daar gewoon helemaal thuis. En uiteindelijk had ik nog steeds die ambitie niet. Maar toen ben ik de Provinciale Staten ingegaan in Gelderland. Mm-hmm. Daar ben ik toen voor gevraagd. Dat is op zich een goede leerschool om uiteindelijk, laten we het maar omdraaien, die lokale politiek te gaan doen. Zeker. Ja, meestal is het andersom hè, bij andere partijen. En dan kijken ze eerst een beetje bij de gemeentes van goh... Wat kan door naar de provincie? En in mijn geval is het andersom. Ik ga van de provincie naar de gemeente toe. Ja. Of ik ga het eigenlijk allebei doen. Blijf je ook in de Staten? Ja, dat is nog 1 jaar. Dus dat maakt natuurlijk ook gewoon af. Jij bent landelijk actief. Ja, dat klopt. Juich je toe dat er lokale initiatieven zijn zoals dit? Oh, dat is zo ontzettend belangrijk. Er gebeurt heel veel op lokaal niveau. En ik ben ontzettend blij en trots dat we in 50 gemeenten mee gaan doen. Waaronder in het prachtige Tiel. Met een geweldige lijsttrekker, een geweldig team. Dus ik denk dat alles begint eigenlijk lokaal. En het is dus ontzettend belangrijk dat we ook in deze gemeente meedoen. Waarom is dat voor Forum voor Democratie de basis? Nou ja, Forum voor Democratie is een partij die natuurlijk de macht voor een groot deel wil terugleggen bij de burger. En wat ik net al zeg, het is belangrijk om mensen dus, zo heet dat al tegenwoordig, in hun kracht te zetten. En het begint lokaal. Hè. Daar zijn dus de gemeente bijvoorbeeld die stuurt scholen aan. Hè. Die zorgt voor de schoolgebouwen. Die stuurt de BOA's aan. Dus daar begint het. Dus en wij zijn een partij ook van decentralisatie. Van zoveel mogelijk macht terugdrukken naar de burger. Dus voor ons is dat lokale juist. Ja, dat hoort helemaal bij ons. En vandaar dat het ook zo geweldig is dat we in 50 gemeenten mee kunnen doen. Ja. En waarom ben jij naar Tiel afgereisd? Nou, omdat ik het dus heel, wat ik net al zeg, omdat ik het heel belangrijk vind dat we meedoen. Lokaal, omdat we een geweldig team hebben, een geweldige lijsttrekker. Maar dan om te laten zien dat je dat ondersteunt. Dus, en dat ondersteunen, maar het gaat natuurlijk helemaal om, het draait helemaal om Ilse en om haar team. Dus, nou is er bij Forum voor Democratie natuurlijk van alles en nog wat aan de hand geweest. Ja. Hoe kijk je op die periode terug? Nou, ik denk dat wij sterker en sterker aan het worden zijn. En natuurlijk, je hebt zeker voor een jonge partij als onze partij, heb je in het begin dan moet je elkaar wennen. Sommigen denken wat anders over zaken dan anderen. Het is een aantal keer flink aan de boom geschud, om het zo maar te zeggen. Maar wat nu is blijven hangen aan fruit, dat blijft ook wel hangen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Dus ja, wij gaan met heel veel zin en een heel goed gemoed gaan we deze verkiezingen in. Nou, dat is mooi. Dat gedoe bij Forum voor Democratie, laten we het zo maar even zeggen. Ja. Hoe heb jij dat ervaren, ook als statenlid? Ja, ja.
Dat is een lastige vraag. Maar uiteindelijk moet je uitgaan van je eigen ervaringen. En mijn ervaring is eigenlijk dat Forum voor Democratie alleen maar uit integere mensen bestaat. En ja, ik voel me daar helemaal bij thuis. En wat er toen in de media allemaal is gezegd, die ervaring heb ik zelf niet. En ja, dan vind ik het toch het sterkst om dicht bij jezelf te blijven en daarvan uit te kunnen gaan. En ja, voor sommige mensen is dat denk ik wel heel erg lastig geweest, toch? Door die druk die ze hebben ervaren. En dat betreur ik. Maar goed, ik denk, zoals wat Pepijn zegt, dat er aan de boom geschud is. En dat wat er hangt, dat er echt op blijft hangen. Forum voor Democratie in Tiel. Ik zie een enthousiaste vrouw. Zeker. Hoe gaan jullie het verschil maken? Waarom zou ik als Tielenaar moeten stemmen op Forum voor Democratie? Vertel eens. Ja, Rini, kan natuurlijk echt ontzettend veel punten gaan opnoemen. Maar misschien moeten we er drie uit. Ja. Bij nummer 1 is natuurlijk referenda. Dus wij vinden echt dat burgers weer meer te zeggen moeten hebben. En ja, je ziet gewoon zo vaak, en ook in Tiel, dat niet het geval is. Dat er eigenlijk een beetje sprake is van achterkamertjespolitiek. Dat de burgers opzij worden gezet, pas later besluitvorming worden betrokken. En dan denk ik dat zo'n middel als een referendum, dus echt heel veel kan toevoegen. Ja, want daarmee ga je natuurlijk dus hartstikke mooi, maar hoe ga je dat dan doen? Nou ja, als je in de gemeenteraad zit, dan heb je ook wat te zeggen. Dus je kan daar zelf aan gaan werken. Dus je kan een voorstel doen natuurlijk. Maar ja, je zou ook als je als wethouder deelneemt aan de gemeente, dan kan je daar natuurlijk ook eigen initiatief opnemen. Dat zal moeten blijken. En dan laagdrempelig dat doen? Ja, nou ja, wij hebben wel... Wij willen wel echt dat er iets van de grond komt. Dus we gaan er dan ook echt serieus voor. Dus de burgers moeten dan wel echt iets te zeggen hebben. Dus meer inspraak, daar komt het op. Absoluut. Nummer 2. Ja, nummer 2. Dat zijn de coronamaatregelen. Wij vinden echt dat het niet meer te verkopen is. Er zijn zoveel tegenstrijdigheden. Ik hoorde net ook nog iemand zeggen, de voetballers van onze club, die moeten in de gang naar de kleedkamer moeten mondkapje op en in de kleedkamer mag die af. Ja. Ik vind dat niet meer te verkopen. Ik vind het ook niet te verkopen dat ouders niet met hun kinderen mee mogen zwemmen om ze te helpen met omkleden en dat soort dergelijke dingen. Je ziet gewoon dat de jeugd er enorm onder te lijden heeft. En ik denk echt dat we die maatregelen echt eigenlijk een beetje aan de kant moeten zetten. En daar minder op moeten gaan handhaven. Zodat iedereen weer de vrijheid krijgt om te leven. Ja, oké. Nummer 3. Nummer 3. Woningnood. Is natuurlijk een heel populair onderwerp. En de meeste partijen zeggen dan... Jammer genoeg wel natuurlijk. Ja, helaas. Dat is in heel Nederland. Ja, absoluut. Maar kun je het verschil maken? Is het in Tiel anders? Zou het anders kunnen zijn dan dat het nu gaat? Nou, ik denk dat wij echt wel een heel goed plan hebben. En ik kan natuurlijk roepen bouwen, bouwen, bouwen. Dat hoor je heel vaak. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat we het ook anders zouden kunnen oppakken door bijvoorbeeld arbeidsmigranten die zeg maar in Tiel wonen, centraal te kunnen huisvesten. En die woningen die dan vrijkomen, juist voor de Tielenaren beschikbaar te maken. Ja. Ja, logisch. Ja, lijkt mij ook. Heel simpel. We hebben daar ook al een gesprek zojuist mee gehad met Kees van Doren van VDU Uitzendbureau. Oké. Misschien dat we elkaar nog eens een keer kunnen ontmoeten om daar eens verder over te praten. Ja. Je weet dat zijn originele plan op kwadrant is afgeschoten door allerlei redenen. Wat zonde, op zich zonde is. Maar wellicht dat daar nog wel mogelijkheden zijn voor in de toekomst. Lijkt me goed. Nou, het is altijd goed om naar een goede locatie te kijken. En spannende dat tijden natuurlijk. Ja. Ben je er wel helemaal op ingesteld? Want waar gaan jullie überhaupt voor? Ja, waar gaan wij voor? Wij gaan ervoor om ons geluid te laten horen. En ik denk ook... Maar dan kun je in je eentje ook. Ja, oké. Okay. Maar we zeiden 4 jaar geleden, zeiden we gaan van de stem op een lokale partij. Mm-hmm. Nou, ik denk dat in Tiel juist ook nodig is dat Forum voor Democratie hier komt zitten. Want wij missen het geluid van Forum gewoon eigenlijk te veel hier. Dat is ook de reden dat wij hier meedoen. Dus ik heb er gewoon heel veel zin in en heel veel energie voor. Tot slot even een voorspelling dan. 1 zetel, 2 zetels, 3, 4. Waar gaan jullie voor? 5, 6? We hebben 10 mensen op de lijst. Ja. We gaan natuurlijk voor 10. En, moet wel een beetje realistisch blijven natuurlijk. Ja. Als je naar de verkiezingen kijkt van de Staten was het volgens mij 1 op de
4 in Tiel, hè, die op Forum voor Democratie stemt. Nou goed, dus in de tussentijd weer heel wat gebeurd. Ja. Maar wat is realistisch? Nou ja, laten we daar dan maar van uitgaan. 25% lijkt me mooi. Dus dan haal je zomaar 5-6 zetels. Dan, dan zou je dus mee kunnen doen in een college. Ja, ja. En dat is ook je bedoeling? Of heb je zoiets van, nou laten we eerst er maar eens zijn? Nou, dat is wel onze bedoeling. Wij willen wel met andere partijen kijken hoe wij de Tielse problemen kunnen aanpakken. En hoe wij weer een betrouwbare partner kunnen worden voor ondernemers en voor de burgers. Ja. Nou, worden interessante tijden. Zeker. Hey, mag ik jou daar heel veel succes mee wensen. Ja. En jij natuurlijk ook in het landelijke spectrum. Dank. Aan tafel, in Tiel aan tafel, Kees van Doorn. Hij is de algemeen directeur van VDU Uitzendbureau. Kees, van harte welkom. Dankjewel. Er is heel wat te doen geweest over jouw bedrijf in relatie met het voormalige winkelcentrum Quadrant. We hebben jou uitgenodigd, want zelf ben ik ook nog wel eens benieuwd. Wie ben je? Wie is nou Kees van Doorn? Er is veel over geschreven, veel over gepraat. Maar de man zelf aan het woord hebben we bijna niet gehoord. Alleen eens een keer in de raadzaal van de gemeente Tiel, waar je toen een vurig pleidooi hield. Kees van Doorn, hoe is het zo gekomen met VDU? Dat klopt. Ik ben geboren en getogen in de Betuwe als zoon van een fruitteler. In welke plaats van oorsprong? In Waardenburg, Neerijnen eigenlijk. Oké, vlakbij dus. Ja, dus op de grens tussen Waardenburg en Neerijnen. We hadden een fruitbedrijf. Ik kom zelf uit een gezin van 11 kinderen. Mm-hmm. Ik moest en zou fruitteler worden, uiteraard. En toen ben ik na mijn middelbare tuinbouwschoolopleiding hier in Tiel, ben ik militaire dienst gegaan. En toen ik daaruit kwam, zaten al twee broers van me in de zaak. En ja, was eigenlijk geen plaats was er voor mij. Toen ben ik het product maar gaan verkopen. Dus, en dat heb ik uitgebouwd. Wat was dat? Dat was een fruitgroothandel. Oké. In het Gooi. Mm-hmm. Dat heb ik uitgebouwd, dat heb ik gedaan tot 2000. Toen heb ik dat bedrijf verkocht. Daarnaast had ik ook een pakstation, omdat wij ook supermarkten beleverden. Waar dat we fruit voor inpakten en verpakten. En ook fruit uitsorteerden voor veilingen. Dat bedrijf heb ik na 2000 in een jaar tijd ook uitgebouwd. Dat we daar ruim 100 mensen aan het werk hadden. En dat heb ik verkocht destijds aan Bakker Barendrecht, schuinstreep Albert Heijn. Okay. En gelijk kreeg ik overal de vraag van, joh, heb je mensen? Kun je mensen leveren? En zo ben ik eigenlijk in het uitzendwezen gerold. Ah ja, dat is de, ja, dat is de link is naar het uitzendbureau. Maar je hebt dus eigenlijk wel wat met Tiel, al van vroeger, van kinds af aan. Ja. Ik ben er op school geweest, dus ik heb altijd mijn lijnen gehad in Tiel. Die uitzendbranche, daar gebeurt natuurlijk heel veel voor de beleving. Hoeveel mensen heb jij in dienst? Ja, wij hebben 1000 mensen hebben we aan het werk. En dan ben je een middelgroot? Ja, middelgroot. In Nederland, hè? Ja. Ja, en dan met name in die fruitteeltsector? Ja, wij zitten voor 95% zitten we in de fruitteeltsector. Omdat ik natuurlijk uit die wereld iedereen ken. Omdat ik ook in de fruithandel en ook in de verpakkingstak heb gezeten. Ja, heel logisch natuurlijk. Ja, ja, nou, ja. Speelt landelijk natuurlijk het probleem van vestiging van arbeidsmigranten. Ja. Sowieso om ze te krijgen, maar ook de vestiging. En toen kwam daar een kans voorbij. Quadrant, het voormalige winkelcentrum. Klopt. Hoe is dat? Ja. Ik huisvest al vanaf. Hoe heeft dat zijn beslag gekregen? Hoe ging dat? Ik huisvest al vanaf 2002, 2003 mensen in Tiel. En naarmate dat er ook steeds meer kwamen. Werd het langzamerhand werd het een probleem. En in 2015 ben ik actief aan de gang gegaan om een centrale huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. Maar dan wel op een unieke manier. Tweepersoons appartementen, volledige appartementen en dan voor 20 vierkante meter per persoon. Dat plan heb ik ontwikkeld. We hebben op verschillende locaties geprobeerd om dat van de grond te krijgen. Totdat ik in 2017 eigenlijk een idee had, wat ik ook voorgelegd heb aan de gemeente. Van, ik heb een aantal woningen in Tiel. Wanneer ik nu een locatie aangewezen krijg om centrale huisvesting te realiseren, op de manier zoals wij het willen doen, dus kwalitatief hoogwaardig, dan is er een mogelijkheid om dat aantal woningen weer te verkopen aan de markt. Want ik zag
Tiel langzaam volstromen. Ik heb het meegemaakt. Ik was in 2002, 2003 waren er nog niet veel. Maar als zoiets oploopt van zeg maar even enkele tientallen tot 4000, dan gebeurt er wat met zo'n stad. En dan moet je je maatregelen treffen. Dus men vond dat echt een goed idee. Maar uiteindelijk. Welke periode praten we nu over dat jij met deze plannen kwam? 2015 ben ik met de eerste tekeningen naar de gemeente gegaan. 2017 heb ik het plan ook gelanceerd om dan de woningen te verkopen. Om dat te gaan realiseren. Centrale huisvesting. En dat loopt tot nu toe eigenlijk. Ja, Kwadrant deed zich voor. Ja. Jij hebt dat gekocht, hè? Ja. Met de bedoeling natuurlijk daar iets te gaan doen voor die arbeidsmigranten. Exact. De locatie, we hebben nog een andere locatie waar dat we het geprobeerd hadden, maar dat haalde niet uit. Daar wilden ze meer groen hebben. Dat was langs dat de ook in Tiel? Waaldijk, ja, in Tiel. Waar was dat? Dat was de voormalige glashandel. Die wacht nog steeds op ontwikkeling. Ik kan daar ook nog niks doen. Want als ik daar de boel af ga breken, mag ik er niks meer terugbouwen. Dus is dat de reden dat het er zo slecht bij is? Desolaat. En dat er zo desolaat en slecht bij is. Ja, wordt in de volksmond gezegd van nou, die meneer die doet er niks aan. Ja. Nee, ik kan er niks aan doen. Want Ik krijg geen vergunning, ik krijg geen toestemming daarvoor. En dat is op zich, zou dat ook een hele mooie locatie zijn? Ja. Ja, heb ik zelf ook altijd een mooie locatie gevonden. Maar waar, de gemeente, waarom gaat dat daar niet door op nou, die plaats? De gemeente zegt zelf, ze willen een goede balans hebben in de wijken van wat duurdere en wat goedkopere woningen. En wat ik, mijn plan was eigenlijk om daar te bouwen. Studio's van 40 vierkante meter voor twee personen. Die je later terug kunt bouwen naar, als je er van 2-1 maakt, dan heb je een... Dan heb je een appartement van 80 vierkante meter voor het hogere segment. Ja. Je kijkt daar prachtig over de Waal uit. Dus dat was mijn plan. Maar dat heeft het niet gehaald. En toen waren er een aantal locaties, want de gemeente ging het voortvarend aanpakken. Dat heb ook te maken toen Roemer ook, de commissie Roemer ook in Tiel is geweest. Bij de burgemeester in portefeuille, hè? Heeft zichzelf, of die heeft dat dossier en vliegt dat ook regionaal aan, althans. Ja. Ja. Het is natuurlijk niet alleen een Tiels probleem, maar het is die regionaal. Regio die moet daar wat mee. Ja, ja, maar er zijn allerlei plannen zijn er al voorbij gekomen. Ja. Kwadrant, dat was ook al in procedure. Ja. Ik heb begrepen dat de gemeente best wel mee wilde werken. En dat bedoel ik ook de politiek. Ja, klopt. Totdat dat plan uitlekte. Ja, dat klopt. En toen? Dat heeft, ze kunnen dan het kadaster nakijken. Dan zien ze wie dat het gekocht heeft. De link... Kees van Doorn en arbeidsmigranten. Die is natuurlijk gauw gelegd. En toen was eigenlijk de kogel in de kerk in plaats van de kogel door de kerk. Uh-huh. Dus daar kwam tegenstand. En men weet niet dan wat wij precies van plan zijn en hoe dat we het willen doen, hoe dat we het willen borgen. En ja, dan ontstaat er toch iets. Maar dat de gemeenteraad uiteindelijk unaniem is. Ja, op een gegeven moment is het kwaad geschiet. Ja. Als je over kwaad kunt spreken. Ja. Ja, en dan is het onomkeerbaar. Ja, klopt. Maar dat blijft natuurlijk hartstikke zonde. Ja, ja, ja. Want dat plan wat er lag, ik vond het zelf heel mooi. Maar goed, mijn mening doet er natuurlijk niet toe. Kun je nou eens een keer in het kort uitleggen hoe dat eruit zag? Ja. Wat stond daar te gebeuren? Ja, nou, wij wilden daar een studio's neerzetten, een 150 studio's voor twee personen, waar dat we 10-12% spoedzoekers ook wilden openstellen voor de gemeente. Mm-hmm. Met conciërges erbij, met een goed prestatiecontract, waar dat de gemeente de sleutel in handen heeft van... Als er iets niet goed gaat, dat ze ook daadwerkelijk op kunnen treden. En ik heb momenteel ook 420 à 430 mensen in Tiel wonen. Die zouden verspreid door de stad. Die zouden we dan terugbrengen naar 300, 320.
Ja, dus dat betekent, jij zou die huizen dan weer verkopen, teruggeven aan de markt. Exact. En in ruil daarvoor dat je die mensen bij elkaar kunt zetten, die arbeidsmigranten. Juist, maar dan wel verkopen aan starters. Dat was ook met de gemeente, heb ik dat afgesproken, aan starters. Dus dat het nooit meer verhuurd zou kunnen worden. Die woningen mogen dan een jaar lang niet doorverkocht worden. En daarmee vervalt de verkameringsvergunning. Want op al mijn woningen heb ik een verkameringsvergunning. Ja. En die vervalt dan. Dus, en dat borg ik, dat draag ik zorg voor. En dat complex, was dat op kwadrant uitsluitend bedoeld voor arbeidsmigranten? Of is het een en-en verhaal? Ja, dat is iets wat speelt. Sowieso 10-12% is en-en. Maar gezien het aantal mensen en je had het net over de regio, dat het een regionaal probleem is. Mm-hmm. Daar kom ik zo even op terug. Maar dat die 10-12%, dat kan veel meer worden. Want ik ben zelf, heb ik verschillende projecten waar dat ik mee bezig ben. Inmiddels zijn we 4 projecten bezig. Als ik Tiel daarbij zou mogen tellen. Dat is in Wijk en Baalburg, dat is de eerste. Nou, dat wordt dit jaar nog gerealiseerd. Dan hebben we in Zaltbommel. Daar is voor 150 arbeidsmigranten. Waar dat ik ook 2 persoons, tegen een landelijk dorp aan. Mm-hmm. En daar heb ik 2 persoons huisjes, wat later weer een recreatiecamping kan worden. Dus het wordt ingericht als vakantiepark, maar dan ook gewoon met stenen huisjes, dan ook voor 2 personen. Dus dan komen er 75 komen er daar te staan. Dan zijn we met een project bezig in West-Betuwe, voor een wat groter aantal. De gemeente West-Betuwe die had toch al eerder aangegeven dat ze huisvesting van arbeidsmigranten niet zagen zitten? Klopt. De grootschalige huisvesting, maar momenteel is er ook een werkgroep mee bezig om te kijken van wat is er mogelijk en is er eventueel een pilot en hoe wordt dat geborgd? Ja, als ik het zo vanaf een afstandje bekijk, is dat natuurlijk best wel vreemd. Hè? Dat zo'n gemeente West-Betuwe zegt van nou, dat willen wij niet, een huisvesting van arbeidsmigranten. Terwijl ze zelf wel heel veel gebruik moeten maken, althans de bedrijven daar binnen die gemeente van arbeidsmigranten. Ja, men is ook regionaal bezig om te kijken om het regionaal op te lossen. Hoeveel mensen die jij nu hebt gehuisvest in Tiel, werken in Tiel? Dat is ongeveer een ja, dat zal echt wel met een 25-30% ophouden. Ja. Ja, in Tiel zelf. Hè? Mm-hmm. Ja, snap ik. Ja. En de bedoeling is natuurlijk ook, en dat begrijp ik uit financiële overwegingen, dat je je arbeiders plaatst zo dicht mogelijk bij het werk. Juist. Ja. En daarom hebben we dat lint ook. Wijk en Aalburg. Mm-hmm. Dus dat ligt tegen de West-Betuwe, het punt van de West-Betuwe aan. Dan hebben we Zaltbommel. West-Betuwe, Tiel en misschien Neder-Betuwe. Dus dan heb je dan heb je de streep en daar zijn mijn mensen in het werk. Wij zijn een regionale uitzender die hoofdzakelijk in de fruit telt, maar ook in de regio zit. Onze mensen rijden niet langer dan 20 kilometer naar hun werk toe. Dat is bij ons ook de grens. Ja. Dat is logisch. Ja, precies. Om natuurlijk ook die prijs een beetje interessant te houden. Juist, maar ik wil terug naar 10 kilometer en als ik kan naar 5 kilometer. En dat is het, daar zijn we mee bezig. Natuurlijk doe je dit om centjes te verdienen, hè? Uitzendbureau. Ja. Maar het sociale aspect, dat vind je ook belangrijk. Ja. Goede huisvesting vind ik eigenlijk het belangrijkste wat er is. Er wordt veel gedacht dat huisvesting een lucratieve bezigheid is. Dat is niet zo. Het is een verlengstuk van het uitzenden. Wij kunnen ons geld goed verdienen met het uitzenden. En ik kan voor Brinkheaven, kan ik huisvesten. Wil ik ook doen. Ben ook bereid om met een open calculatie te werken. Waar dat de gemeente ook inzicht in heeft. Maar het gaat mij om dat die mensen goed gehuisvest zijn. Want wat zie je gebeuren? Dat de betere mensen. Want we doen het 20 jaar. Ik weet waar dat ik over praat. Maar dat de betere mensen langzaam aan het wegtrekken zijn. Want het is beter geregeld in Duitsland. In Scandinavië. Daar moet je zijn. Dat werkt daar goed. Daar kun je goed wonen. In Nederland. Mensen zijn vriendelijk. Het werk is goed. Ze staan naast je. Als werkgever staan ze naast je. Alleen het probleem. Oh, die huisvesting. Ik heb zelf ook een bedrijf in Polen. Ik kom regelmatig in Polen. En iedere keer hoor ik dat terug.
En dat is ook de moeilijkheid, dat we steeds moeilijke mensen kunnen krijgen. Gelukkig hebben wij daar nog geen last van, omdat wij ons best doen om ze zo goed mogelijk te huisvesten. Maar de manier van huisvesten, zoals wij het tot op de dag van vandaag doen, is niet goed. En eigenlijk komt dat doordat de politiek te lax is? Ja, het gaat te langzaam. Te langzaam. Door welke omstandigheid dan ook? Ja, men durft geen. Het lijkt wel of dat iedereen. Ze zit in een spagaat. Aan de ene kant je hebt met zoveel factoren te maken. Maar ja, er zal een keer een knoop. Er moet een keer een knoop doorgehakt worden. En de spanning loopt op. En ik ben zo bang dat er. Op een gegeven moment dat ze beslist moet worden, dat er verkeerde beslissingen genomen gaan worden. En dat er op een mindere manier huisvesting gerealiseerd wordt. Want er wordt heel makkelijk gezegd, doe het voor 15 jaar, dan is het beperken tot 15 jaar. Maar wanneer dat je dan dat gaat doen, dan krijg je een mindere kwaliteit huisvesting. Het is een veredeld stapelen van containers wat we doen. Veel mensen op een kleine locatie, hetzelfde soort mensen. Ja, dan krijg je toch ghettovorming. Ja. Ja, en zeker als je ze buiten de sociale structuren plaatst. Wanneer je ergens op een industrieterrein of ergens neer gaat zetten, dat is de bedoeling niet. We hebben die arbeidsmigranten keihard nodig. Nederland vergrijst in een sneltreinvaart. Als men niet meer wil komen, hebben we nog een probleem erbij. Juist. Dat is 2 jaar terug met de coronacrisis toen die begon. Toen zaten wij als Nederlanders veilig thuis. En toch zaten die supermarkten vol. Maar al mijn mensen die ik aan het werk had, die bleven aan het werk gaan. En we hebben het zo goed mogelijk gedaan. En we hebben gelukkig praktisch geen uitbraken gehad. Doordat we alle maatregelen zoveel mogelijk getroffen hebben om te doen. Maar we waren dolblij dat die mensen aan het werk bleven. Zodat de voedseltoevoer toch door bleef gaan in de supermarkten. En dat is op zich hartstikke mooi. De slotvraag en de cliffhanger zullen we maar zeggen. Quadrant. Het voormalige winkelcentrum is nu gesloopt. Kale vlakte. Wat gaat daar gebeuren? Ja, ik wacht de gemeenteraad af. Ik heb afgesproken met gemeente Tiel dat we eerst afwachten wat de gemeenteraad gaat beslissen, wat er gaat gebeuren. En daarna kom ik in gesprek. En mag ik dat bouwen? Dan ga ik dat bouwen. Moet ik op een andere plaats bouwen? Dan zal ik op een andere plaats bouwen. Want het lijkt mij echt van belang dat er een 60-tal woningen, plus ik heb ook nog een aantal huurwoningen in Tiel, dat die woningen uiteindelijk vrijkomen, zodat de roleringen, dat die woningen weer op de markt komen. Kost geen contingent en dat lijkt me een goede oplossing. Dus ik ben erg benieuwd wat de gemeenteraad zal beslissen. Ik hoop 1 ding. Mm-hmm. Dat ze focussen op kwaliteit. En die kunnen wij leveren. Want ik weet hoe het moet. Nou, dat zijn hele sterke woorden. En ik hoop dat goed gerealiseerd gaat worden. Op de manier zoals je dat zegt. Zullen we afspreken dat als er weer ontwikkelingen zijn, dat we die in al die stappen die er gaan komen, dat u dat komt uitleggen, gewoon op de televisie, dat iedereen daar kennis van kan nemen? Graag. Nou, ja. Bij deze is die afspraak gemaakt. Mag ik u danken? Dankjewel. Graag gedaan. In Tiel aan tafel, nu tijd voor de kritische vrienden Gert van Eck en Jan Wolberg. 2G, 3G, 1G. Het is een goede zaak. Ik ben een voorstander van. Ik ken de 3G's, maar ik vind de 3G ook heel erg goed. Nee, maar alle gekheid. Maar ik ben voorstander voor 3G. Dus of inderdaad getest zijn, of inderdaad volledig gevaccineerd zijn. Met een booster, die keuze moeten zijn. Als je dus echt alleen maar kiezen. Kijk, op zich zit daar wat in, maar ik vind gewoon 2G. Dit gaat in feite voor de mensen. Wat is 2G? 2G zijn de mensen die gevaccineerd zijn, gewoon vaccinatie, plus een booster. Dus dan hoef je dus niet apart nog een keer dat je dus een keuze hebt of ik ben volledig, of ik word getest, of die 2G. Nee, betekent gewoon dat je met die QR-code gewoon ergens naar binnen kunt. En dat zou je gewoon door moeten voeren, gewoon eigenlijk op veel meer terreinen. Niet alleen als je dus in een theater komt of noem maar op, maar op het voetbalveld, maar misschien ook zelfs wel op het werk.
even in een breder kader. Hè? Dat hele gedoe rondom testen, niet testen, wel toegang, niet toegang. Nou, wat er nou gebeurd is dan als je dus alleen maar, als je overal waar je binnenkomt alleen gaat testen. Dat betekent dus dat mensen die dus gewoon helemaal niet gevaccineerd zijn, die doen gewoon alleen maar even een testje en zeggen van nou, ik kan hier weer lekker naar binnen. Ik vind dat echt niet kunnen. Nee, maar nee, in de gemeente waar jij vandaan komt, nee, de Betuwe, is dan natuurlijk aan de orde van de dag. Nou ja, kijk, er zijn mensen die zich dan principieel niet laten inenten. Nou ja, het betekent wel dat, dat die dus een probleem hebben. Maar dat is wel een keuze die je maakt voor jezelf. Het betekent gewoon van dat je eigenlijk een besmetting kunt opleveren voor je omgeving. Je hebt alle mogelijkheden om daar tegen te weren. En ik vind gewoon dat daar een samenleving, dat we moeten zorgen dat we gewoon dat iedereen veilig ergens naar binnen kan. Hoe valt dat, hè? Want dan zul je best wel zicht op hebben bij mensen die door een geloofsovertuiging zich niet hebben laten inenten. Of nou ja, een boosterprik meedoen. Ik zeg van, ik respecteer iemand zijn mening. Maar ik denk aan de andere kant dat mensen dan ook zich moeten realiseren dat het consequenties heeft. Dat je woont niet op een eiland. Je woont in een samenleving, je hebt met elkaar te maken. Je hebt ook te maken met elkaars veiligheid. Juist. En daar, als je daar dus zegt van ja, ik maak principieel die keuze. Ja, prima, dat is jouw keuze. Maar het betekent niet dat je een ander in gevaar mag brengen. Want daar houdt die eigen mening, of dat houdt er gewoon op, weet je wel. Wat vind jij nee, eens, ik vind dat we deze pandemie gewoon aan moeten gaan met z'n allen. En dat betekent dus ook dat we met z'n allen gewoon moeten vaccineren en boosteren en weet ik veel wat allemaal. En als er jaarlijks een prik tegenover. En we moeten hier een lesje van, we moeten hier een lesje van leren. Want kijk, als je nu gewoon kijkt, de wappies rukken op. Die lopen te demonstreren. Er komt een ze rijden met trekkers en noem maar op, reizen naar het Binnenhof. Denk van ja, hartstikke leuk en aardig. Jullie spelen in feite met onze gezondheid en de gezondheid van mijn kinderen. Ik vind dit gewoon heel niet uit te leggen. Zij nemen een podium. Het is niet solidair. Waar ze geen recht op hebben. Dat zie je binnen jouw gemeente wel vaker gebeurd. Maar goed. Ja, jij kijkt daar met een heel gekleurde bril. Kijk jij dan naar onze gemeente? Geef ook meteen toe. Nee, dat is gewoon zo. Kijk, ik respecteer iemand zijn mening. Maar ik denk altijd, je staat ook dan voor de consequenties. Kijk, en dat daar een geloofsgemeenschap gewoon toch daar de overhand heeft. Ja, dat is gewoon zo. En dat is gewoon niet anders. Dus dat betekent ook, maar dat wil niet zeggen dat op het moment dat er een pandemie uitbreekt, dat we niet zorg moeten hebben voor de rest. Dus dat betekent dat de andere partijen gewoon oog moeten hebben voor preventie, handhaving en noem maar op. En dat dus niet de SGP uitmaakt van hoe het zit. Nou, Geert, daar kun je het mee eens zijn of niet? Ja, daar kunnen we mee leven. Daar kan ik wel mee leven, ja. Ja, klopt. Oké. Zeker. Zijn we er dan weer uit? 1, 2, 2, 1G, 2G, 3G? Gewoon 3G. Ja, 3G, maar ik blijf gewoon bij 2G. Maar dat maakt niet uit, dus daarvoor zijn wij kritische vrienden. Zijn we kritische vrienden. Zoals zeker. Jij het al eerder zei, ik ben voor de 3G. Voor de 3G's, ja. Maar in dit geval dus voor de 3G's. Ja. Ja. Hey, heren, mag ik jullie danken? Zeker. Heel graag gedaan. Dit was Tiel aan tafel. Wilt u meer nieuws over de regio en Tiel in het bijzonder? Kijk dan op onze website www.regiotvtiel.nl of download onze app. Graag tot de volgende keer.